In de tientallen jaren na de Tweede Wereldoorlog groeide de economie razendsnel en nam de welvaart enorm toe. Dat had ook allerlei zogenaamde sociaal-culturele veranderingen, oftewel de bevolking die begon zich ook anders te gedragen. Nou, en daar gaan we in deze video's even naar kijken. Dan gaan we kijken naar jongere culturen en naar de tweede feministische golf. Maar eerst iets anders wat ook plaatsvindt, eigenlijk na die Tweede Wereldoorlog. Dat is de zogenaamde Amerikanisering van de cultuur. Dat is iets wat we tegenwoordig nog steeds zien. Ik bedoel Kijk maar eens even om je heen, hoeveel mensen lopen er niet uh, op Nike's of luisteren naar Amerikaanse rappers of iets dergelijks. Wij nemen allemaal de Amerikaanse manier van leven, de Amerikaanse cultuur over. En dat begint eigenlijk al uh, zo'n beetje direct na die Tweede Wereldoorlog, want Amerikanen worden gezien als onze bevrijders. En dan zien ze bijvoorbeeld dat uh, mensen steeds meer uh, jeans, spijkerbroeken gaan dragen of steeds meer Coca-Cola gaan drinken. En dus Amerikaanse producten gaan consumeren. En één groep in het bijzonder die dat doet na die Tweede Wereldoorlog, dat zijn de jongeren. En uh, vanaf de jaren 50 ontstaat er dan ook een zogenaamde jongerencultuur. Uh, een groep jongeren die uh, dezelfde ideeën, dezelfde normen en waarden heeft, dezelfde dingen dus belangrijk vindt en leuk vindt. En die laten ze zien in hun taal, in hun uiterlijk, in hun kleding of in hun muziek. Kijk, maar eens om je heen op school, je hebt allemaal verschillende groepen, je hebt allemaal bepaalde slang die je gebruikt. Je, je kleed je allemaal op een bepaalde manier. Dit merk wel, dat merk niet. Nou, daarmee laat je dus ook zien wat je belangrijk vindt, bij welke groep dat je hoort. En hoe kon dat uh, zo ontstaan in die jaren 50? Zo'n jongere cultuur? Nou, dat kwam omdat die jongeren het eigenlijk een stuk gemakkelijker hadden, misschien wel dan hun ouders. Ze leefden in een periode waarin de welvaart enorm toenam. Waarin ze ook meer vrije tijd kregen. Waarin ze meer geld te besteden hadden. Ze kregen bijvoorbeeld zakgeld. En als ze een bijbaantje hadden, nou ja, dan, dan waren daar de lonen ook hoger van. Uh, ze konden steeds langer onderwijs gaan volgen. En uh, daarnaast was er ook als je weer een stukje van die Amerikanisering terugkomen. Uh, de, de, de Britse en Amerikaanse popmuziek die werd echt uh, heel erg belangrijk. Denk aan uh, bijvoorbeeld de Beatles en ook de rock and roll die uit, daarvoor al uit Amerika is gekomen. Dat soort dingen. En nou ja, wat voor jongere culturen ontstaan er dan? Hier drie voorbeelden van jongere culturen die in Nederland populair waren. De eerste is uit de jaren 50 en dat zijn de zogenaamde nozems, die je hier op deze foto ook ziet. In hun leren jackies, met hun haren strak in de gel, een vetkuif achterover, op hun brommer. En ja, nozems die waren heel erg tegen het gezag. Hè. Die dagen de politie bijvoorbeeld ook heel vaak uit. Die, 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 die waren ook, wilden ook nog wel eens wat, wat vechten hier en daar. En uh, ja, die hielden heel erg van die Amerikaanse rock'n'roll muziek die in de jaren 50 uh, naar Nederland toe kwam. Of naar Europa toe kwam eigenlijk. Ja, en daarmee zetten ze zich echt af tegen hun ouders en tegen de rest van de samenleving. In de jaren zestig zien we de provo's, met name in en om Amsterdam zijn die uh, heel populair, zijn die heel groot, die willen heel graag provoceren. Dat waren jongeren die het echt anders wilden doen. Die kwamen bijvoorbeeld heel erg op voor het milieu, voor de natuur. En die hielden allerlei uh, uh, ja, provocerende acties om maar mensen aan het denken te zetten en om te laten zien dat het volgens hen ook anders kon in de samenleving. En als laatste was in de westerse wereld en dus ook in Nederland de hippiecultuur heel populair in de jaren zestig. Ja, en hippies die waren uh, ja, heel vredelievend. Love, peace and happiness. Dat waren eigenlijk de drie kernwoorden van, uh, van de hippies. Zij keerden zich tegen die consumptiemaatschappij, want zorgden ervoor dat mensen alleen maar op geld gericht waren. En ja, dat had allerlei uh, kwalijke effecten en daardoor gingen mensen zich verkeerd gedragen. Nee, het moest juist vredelievend zijn. Nogmaals, love, peace and happiness. Dat was belangrijk voor. Die hippies. Nou, dat uit is ook weer in hun fleurige kleding, zoals je hier ziet, in, in het lange haar en ook in de muziek. Uh, dus ook een typische jongere cultuur. Ja, wat alle jongere culturen eigenlijk wel gemeenschappelijk hadden, en bij de Nozums benoemde ik dat ook al even, is dat ze zich afzetten tegen de oudere generaties, tegen hun ouders, tegen hun leraren, tegen uh, de politiek, tegen de regering en dergelijke. Wij jongeren willen het echt anders gaan doen ja en ook een groep die in de jaren 60 uh, zich afging zetten tegen uh, hoe het was in de maatschappij dat waren de feministen de tweede feministische golf kwam opzetten tijdens de eerste feministische golf hadden vrouwen actief gestreden voor kiesrecht nou dat hadden ze uiteindelijk gekregen hè, met in 1919 vrouwen mochten gekozen worden en mochten zelf ook gaan stemmen dankzij die eerste feministische golf alleen daarmee was uh, de gelijkheid tussen man en vrouw er nog niet vonden feministen in Nederland en ook in andere Landen. En daarom streed ze nu bijvoorbeeld voor gelijke kansen op werk. Vrouwen moesten toch vooral het huishouden blijven doen, vond men tot de jaren 60. En mannen, die, die waren de kostwinner, die moesten buitenshuis gaan werken. Nee, wij willen ook gewoon een baan. Wij willen ook buitenshuis gaan werken. We moeten die huishoudelijke taken ook eerlijker verdelen. En als we dat werk doen, ja, dan willen we daar ook gelijk voor betaald worden. Gelijk werk, gelijke lonen, gelijke beloning. Dat is wat we willen. En iets waar die eerste feministen ook al mee bezig waren geweest... die in die tweede feministische golf ook weer terugkomen... de toegang tot onderwijs en dan met name tot hoger onderwijs. Nu was het toch vaak zo in de jaren zestig... dat vrouwen niet dezelfde opleiding konden genieten als mannen. Nou, en dat moest ook anders. En daarnaast moest er ook iets gedaan worden aan uh, de dubbele seksuele moraal... en moesten vrouwen seksueel bevrijd worden... Uh, in die zin dat ze uh, bijvoorbeeld meer baas in eigen buik mochten zijn... zoals je hier ook op die foto ziet... Wij vrouwen kunnen meer dan alleen kinderen baren en dat willen we dan ook doen. Nou ja, dat zijn dus zo een aantal van de belangrijkste standpunten van die tweede feministische golf. Heel veel verzet vanuit verschillende organisaties uh, uh, komt er dus. Feministische organisaties bedoel ik dan. En dat heeft uiteindelijk ook succes, want vanaf het einde van de jaren zestig zien we dat vrouwen dezelfde opleidingskansen krijgen in Nederland. en dat ze ook massaal aan het werk gaan, al is het dan wel vaak deeltijdwerk.